Dag beste kijkers van de Flitspost. Ik ben hier op het plein aangeland. Ik ben eigenlijk al een beetje nieuwsgierig of het al begint te vorderen. En eerder deze week spraken we de verantwoordelijke wethouder, Yvonne Roos Bakker. En die zegt van nou, ja, eind volgende week zouden we dan toch wel klaar moeten zijn. Dus er moet nog wel wat gebeuren. Wel mooie bankjes staan hier. Nou, dat muurtje zal ook nog wel wat mee gebeuren. Er liggen ook staketsels, dus ik heb geen idee waar het allemaal voor bedoeld is. Maar nou ja, er moet nog ingezaaid worden natuurlijk. Dus al met al zullen we het nog even wat met zich meebrengen. Ik zie dan het podium. Nou, kortom, het is in wording. En je moet nog even geduld hebben. En dan gaat het wel wat worden. Gelukkig, alle bomen staan er nog. Die hebben we storm Polly overleefd. Ook die daar laatst op verplaatsen, zeg maar. Dus nou, dat is dan wel weer mooi meegenomen. Dus tot zover. En als het pleintje officieel geopend wordt, dan zijn we er weer van jou streken.